Leuk dat je weer kijkt naar een nieuw gesprek op CVD-TV. En als je luistert naar de podcast, ook van harte welkom. Ik ga het dan maar gewoon zelf doen. En toen dacht ik echt van, zo, dat had ik veel eerder moeten doen. Dat is uitgelopen op een groot drama. Stel dat het in één keer misgaat, dan moet ik een buffer hebben. Ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk velden te bespelen. Nu denk ik weer te klein. Ja. Als ik ooit zoiets maak als de Defiant Ones, is mijn leven geslaagd. 30% van de fusies die falen. Ja, maar die mensen die ons overgenomen hebben, die zijn star en stug. Dat je mensen meeneemt in dit proces. Die klant komt bij ons in paniek. Wij hebben met eigenlijk ons online platform voorspelbaarheid willen brengen. Wat wij bieden is een vast tarief. Waarom is er geen tool waarop mensen kunnen streamen en betaald kunnen streamen? Het is een schraal, ja. Maar ja, voor wie niet? We hebben nu echt een productielocatie. Daar zijn we echt 2 weken geleden ingetrokken. Over 4, 5 jaar hebben we een true bike, een true rower, een true runner, maar ook een true weight. Ik was 6 jaar toen ik begon met karate. Dat heb ik op het hoogste niveau gedaan. Mensen die oordelen begrijpen niet en mensen die begrijpen oordelen niet. Ik denk dat wij daar wel een 1-2'tje over kunnen doen. Ja. In alles en iedereen, in elk product, in elk merk zit een verhaal.